die sluit aan. Meet dus aan de binnenkant en dan kan die als eerste die bocht gaan komen. Dan zit aan de buitenkant Berry de Vos. Dan zit Roy Pas weer. Dan zit Polman ook nog ergens tussenin. Haha, 7 man dik die bocht in. Dat kan toch niet? Dat kan niet, jongens. Kan wel. Kan gewoon wel. Ja, kan weer. Nou. Dan is het de Vos, Zwart, Loonstra, Polman. Ja, het is alweer anders geloof ik. Nou ja, laten we zitten dan. Volgens mij mag wel lekker met ons mee, dames en heren. Wat een heerlijke strijd hier weer, hoor. Wat een wedstrijd. Dan zouden we nog altijd bij die SC2. Ze blijven hier verbazen als Freddy de Vos aan blijft. Dan is het pas nog wat rubber uitgemaakt voor Joey van Kalmen en Roy Passeer. Maar goed, dan is het nu. En als we bij de volgende dobbels in bij ons zijn, dan is het misschien alweer helemaal anders. De Vos die denkt, ik ruim hem er tussenuit. Ik ga zien dat ik een beetje voorsprong vlak. Maar die Polman, die knalt er gewoon naartoe in de bocht. Maar dan moet die wijk, ja, dan komt Loosra weer op de lang. Het is de Vos. Van Kalmen. En daarachter, Roy Passeer. Passeer niet de winnaar, zit bij Van Kalmen. Dat is allemaal in de zaak van hetzelfde, maar die plaatsen 2-3. Oh! Polman eraf! Polman eraf! Alles eromheen! Eventjes op het natte, schuift hij er vanaf! Rood, rood, rood!